Pieter Aspe, u bent hier op de 50ste boekenbeurs in Meerbeke, een gratis boekenbeurs. Ik denk dat u daar een mening over hebt. Ik heb 2 jaar geleden verkondigd dat ik de boekenbeurs in Antwerpen te duur vond. Niet zozeer omdat het 10 euro is, dat is niet echt het probleem. Maar gewoon dat het een grote boekenwinkel is waar je moet betalen om binnen te gaan. Want er is geen meerwaarde aan, behalve boeken kopen. Want de boekenbeurs in Antwerpen is de enige boekenbeurs in Europa waar boeken verkocht worden. Dus dat heeft een commerciële dimensie. En uiteindelijk zouden mensen mogen blij zijn, de mensen die boeken verkopen, dat de mensen daar boeken komen kopen. Want behalve kopen hebben ze geen enkel voordeel. Maar dat ze in andere beurzen wel hebben, dan ga je naar de horecabeurs, de autosalon, daar krijg je iets voor terug voor je toegang. Wat is veel meer dan dat, die toegangsprijs is 1, maar ook omdat het dus dat er zoveel geld vergooid wordt aan die randactiviteiten die, waar geen kat in geïnteresseerd is, waar 2 of 3% van de mensen die er komen in geïnteresseerd zijn. Voor wie werk je dan? Voor het grootste deel van de bezoekers of voor die paar procent mensen die dan geïnteresseerd zijn in een lezing van een of andere onbekende buitenlandse schrijver. En daar zitten dan 5 mensen te luisteren, waarvan 3 van Boek.be. En dat kost dan, ik zeg maar iets, 10.000 euro om hem uit Amerika over te vliegen in een hotel in Antwerpen. Even naar uw eigen werk. U bent al veel jaren een, wat men noemt, een succesauteur, maar dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, neem ik toch aan. Hè? Nee, het is al niet zo gemakkelijk om iets te bereiken. En, maar dat geldt voor iedereen. Ik bedoel, en dat ga je ook met subsidies niet oplossen. Je moet ervoor gaan, je moet een beetje geluk hebben. De mensen moet je willen. Je moet een zekere kwaliteit geven voor de doelgroep die in jou geïnteresseerd is. En dat vergt tijd, doorzettingsvermogen. Dus er moet ook gewerkt worden. En het is een beetje ambachtelijk. Maar veel dingen zijn ambachtelijk. Ook kunst is ambachtelijk. Op een of andere manier. Maar je creëert wel dingen. Kunst is voor mij iets creëren uit het niets. Ik zeg maar iets. Een schrijnwerker die heeft een plan. Die heeft hout. Die heeft lijm, nagels, materiaal. En als je hem vraagt dan, maak die kast. Dat is een goede vakman, die zal die kast maken. Iemand die aan kunst doet, die heeft dus niks. Die moet alleen beroep doen op zijn eigen creativiteit om iets te maken. En dat maakt een beetje het verschil tussen de twee dingen. Maar die zijn evenwaardig als ambacht. Hebt u nooit last van het lege blad? Ik werk op een scherm, maar alleen nee. Ik vind dat ook zo'n beetje onzin. Angst, ja. Je vindt dat natuurlijk niet prettig als je dat leeg scherm ziet. Maar je moet ergens beginnen en dan, ik heb dat nog gedaan, dan tik ik gewoon een zin in. Dan staat er tenminste al een zin. Is dat geen goede zin, dan doe ik een andere zin. Maar blijven staren op dat witte blad brengt ook niks op. Dat is ook zoiets als naar je werk gaan en dan zeggen, en nu? En er komt nog geen klant binnen, maar ik ga nog een beetje in de krant lezen of zo. Je moet dan ook iets verzinnen om toch interessant te zijn. Ja. Straks worden de laureaten bekendgemaakt van de opstelwedstrijd, dat is elk jaar, van het 3e graad, 5e en 6e leren van het basisonderwijs. Heb je tips voor die kinderen om blijvend te schrijven? Maar met kinderen is dat, bij sommigen zit dat er heel vroeg in. Bij mij bijvoorbeeld absoluut niet. Ik heb daar altijd heel veel bewondering voor bij jonge mensen die op hun 12e of zo ergens weten van dat gaan we doen en die dat ook doen. Dan moeten ze het gewoon doen. Als de ouders zijn dan meestal tegen, die willen diploma's die in de toekomst geld opbrengen. Maar dan zou ik die kinderen daarin stimuleren, want dat is tenslotte de taak van een ouder. Je hebt ook kinderen die voor een momentje daarin geïnteresseerd zijn en die dan op andere dingen overschakelen. Dus dat kun je niet weten.
Maar als ze iets willen, dat is natuurlijk vroeg voor die strikte discipline, maar die discipline leren ze wel. Als de interesse er is en blijft, dan is dat al goed tot, allez, voor een aantal jaar, denk ik. En dan kun je pas beginnen. Je moet ook een zekere maturiteit hebben om bepaalde dingen te doen. Maar de interesse is heel belangrijk. Ja. Niet opgeven, uiteraard. Als het na één keer niet lukt en je bent dan 16 en je schrijft dan het boek van de eeuw en dat wordt niet goed ontvangen, dan moet je niet direct depressief voelen en zelfmoordneigingen hebben of dat soort dingen. Het gaat niet zomaar. Maar u, toen u jong was, wou u geen schrijver worden? Of u dacht er toch niet aan? Ik was een lezer en ik las ongelooflijk graag. Ik heb altijd opgekeken naar schrijvers, met in mijn achterhoofd misschien. Allee, ik zou dat ook wel willen doen, maar daar ben ik veel te stom voor. Ik ga daar niet aan beginnen. Ja. Dus niet wanhopen? Niet wanhopen, hè. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.